En dan nu? Hallo kijkers. Zonnepanelen zijn best wel oké. Je kunt er op de meeste afgelegen plekken in woestijnen batterijen mee opladen en met de stroom uit die accu's kun je weer een lamp laten branden. In Nederland worden zonnepanelen ook gebruikt en de toepassingen zijn soms echt geniaal te noemen. Neem nou bijvoorbeeld deze parkeerpaal in Nijmegen op het Julianaplein. Kijk, in de winter als er sneeuw op ligt, dan doet hij het dus niet. Je kunt hem niet bedienen, als het te koud is, dan werkt het scherm niet. De knoppen vriezen ook vast. En dan hebben we het over de wintermaanden. In het voorjaar kun je hem niet bedienen omdat er allerlei bloesem uit de boom komt. Door de bladeren aan de bomen komt er geen zonlicht op het paneel. En dan heb je met een beetje geluk ook nog allerlei kleverige prut in de zomer. In de herfst vallen de blaadjes weer naar beneden. En in de winter ligt er weer sneeuw op. Neem uw telefoon mee als u gaat parkeren in Nijmegen. Bel dat het apparaat het niet doet. Loop risico op een flinke boete. Of ga vrolijk ergens anders in de wereld fun shoppen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Nee, ik vind het niet normaal dit. Nee. Het is afsluiting. Ja, het is slecht. Hè? Ja. Het is echt slecht, hoor.